Bom dia! Portugal staat bekend als een zeer geliefde vakantiebestemming. En dat komt niet alleen maar door zon, zee, strand. Maar er zijn ook heel veel bezienswaardigheden. Zo ook het klooster van Alcobaça. Ja, dit is sinds 1989 UNESCO Werelderfgoed. En sinds 2007 behoort dit tot één van de 7 wonderen van Portugal. Het is schitterend. Ik ben beland in een streek die nog onbekend is bij het massatoerisme. Costa da Prata, beter bekend als de Zilvercoast. En ik ga aankomende dagen hier de sfeer proeven van het eenvoudige en van het traditionele Portugese leven. Ofwel, simple life. Portugal's Zilvercoast, oftewel Costa da Prata, ligt zo'n 100 kilometer boven Lissabon en staat bekend om zijn spectaculaire kustlijn, schitterende stranden, prachtige oude stadjes en inderdaad de regio waar je de Simple Life nog kunt vieren. En daar wil Sanne het uitgebreid over hebben met Tim, die voor Immo Portugal werkt. We zijn dus actief aan de westkust van Portugal. Dit is de Atlantische Oceaan. Dit is dus de Zilverkust. En meer specifiek richten wij ons op het gebied van de lagune van Obidos tot São Pedro do Moel. Dit is eigenlijk de meest geschikte plaats voor een tweede of een permanent verblijf, omwille van de ideale mix tussen natuur, cultuur, maar ook het dagdagelijkse leven. Jullie slogan, jullie motto is Simple Life. Klopt, ja. Ja, verklaar dat eens. Wel, het is eigenlijk tweeledig. De Simple Life, het onbezorgd aankopen en zorgen dat het tweede verblijf er effectief komt. Maar ook het leven hier ter plaatse. We zitten aan de Atlantische Oceaan. Gezonde lucht, verse vis. Het leven hier is 35-40% goedkoper dan in Nederland of België. Dus u heeft hier ook veel meer waar voor uw geld. Is er dan ook nog een verschil als je hier een tweede woning, een vakantiehuis wil kopen? Wel, Portugese regelgeving is Portugese regelgeving uiteraard. Maar het is wel zo dat aan de Zilverkust u op vandaag meer value krijgt voor uw money dan in andere regio's in Portugal, zoals de Algarve. Maar ook hier zien we stilaan, omwille van de groeiende internationale interesse, dat de prijzen natuurlijk in een mooie opgaande lijn zitten, wat heel interessant is natuurlijk voor onze investeerders. Nou is Immo Portugal redelijk nieuw binnen ons programma Way of Living. Jullie staan ervoor dat jullie van A tot Z alles regelen. Ja. Maar hoe moet ik dat voor me zien? Wel, we zijn daar eigenlijk heel uniek in. Waarom? Omdat we eigenlijk over een groep van bedrijven beschikken. We doen dus alles zelf. We zorgen dat juridisch, technisch alles in orde is qua contracten. We bouwen ook zelf. We meubileren de woningen met ons eigen interieurbedrijf. We hebben ook een eigen fiscale cel om alles fiscaal te gaan behandelen voor de klant. En we hebben ook een verhuurservice. Dus eigenlijk ontzorgen we de klant volledig. Alles doen we in-house. Ja. Nou, dat is inderdaad zeker uniek. Absoluut. Nou, dan willen we natuurlijk wel eens een voorbeeld zien van wat je hier aan de kust kunt laten bouwen of kopen. Daarvoor gaan de twee op bezoek bij de Belg Erik Hermans, die dol enthousiast is over zijn villa en de regio. Hallo! Hey. Hi! Welkom in Casa Berlinga. Nou, ik ben heel benieuwd, dankjewel. Zilvercoast is van Portugal is een heel mooi gebied. Als je kijkt welke bezienswaardigheden je hebt op heel korte afstand, is dit enorm interessant. Wat een licht en een ruimte zo met die ramen en dat uitzicht. Dit noemt ook de Berlinga Villa of Casa Berlinga. En dan moet je, als je de kans krijgt, even buiten kijken en dan ga je straks het eiland zien. Zo, dit is echt heel gaaf. Absoluut. En dit is iets wat jullie dus gewoon from scratch, jullie bedenken, tekenen, ontwerpen, inrichten, alles. Ja, dit is dus eigenlijk een totaalproject in samenspraak met de klant van A tot Z uitgewerkt. Dus we hebben dit ook zelf gebouwd, de plannen gedaan, tot en met de meubelen en de interieurdecoratie. Dus alles van A tot Z samen met de klant. Ja, het is zo dat als je buitenlandse investering moet doen, moet je opletten. En dan ben ik gaan kijken natuurlijk welke real estate bedrijven je hebt in Portugal. Om zekerheid te hebben. En voornamelijk die alles kunnen doen. Maar de klant kan ook echt zeggen van ik wil zoveel slaapkamers, ik wil het zwembad daar en daar hebben. De koper heeft daar een bepaalde inspraak in, maar het is niet zo dat de koper werkelijk van A tot Z van scratch herbegint. We starten altijd van een bepaald basisplan met de visie van een architect, geïntegreerd in de omgeving uiteraard. Die ligging en die ruimte. Oh. Je hebt bijna geen buren. Nee, precies. Oh,
Tim. Eigenlijk gun ik mezelf hier gewoon om een duik in te nemen. Ja, dat begreep ik. Heerlijke dagen heb ik gehad en deze kan ik toch weer wegvinken, afstrepen van mijn lijstje, want ik wilde hier heel graag een keer heen. Ja, en ik heb me wel afgevraagd, waar komt nou de naam Silver Coast vandaan? En ik heb navraag gedaan en dat komt door de glinstering van de zon die ontzettend mooi op de golven van de Atlantische Oceaan schijnt. Ja, vandaar de naam Silver Coast. En van die weergaloos mooie zilveren kust met zijn machtige golven en pittoreske baantjes vliegen we naar een andere kust, de Nederlandse.